Ik was een vervelende jongen, druk, ook een beetje irritant. En daarop heb ik een beetje problemen gekregen. En toen was ik bij SNW terechtgekomen. Dankzij jongerenwerkers, Oudman en Moment is mijn gedrag veranderd. Ik help met activiteiten mee, zoals tafeltennis, PlayStation. Wat ik bij SNW heb geleerd is dat je niet per se ego moet zijn. Je moet met mensen delen. Ik ben hier ook wijzer geworden. Dus ook wat volwassener. Nou, een van de aandachtsgebieden binnen Leidschendam-Voorburg is de Prinsenhof. Daar wordt Playground georganiseerd. Daar is een van de combinatiefunctionarissen opgevallen dat Christian negatief gedrag vertoont. We hebben toen samen nagekeken hoe wij Christian positief gedrag kunnen verbeteren. Inmiddels is Christian al 3 jaar bij ons actief en dat heeft positief resultaat geleverd. Het mooie tussen de samenwerking jongerenwerk en de combinatiefunctionaris is dat wij natuurlijk de jongeren bij de activiteiten krijgen. En als we ze daar krijgen, dan gebeuren er natuurlijk heel veel dingen. En de dingen die wij zien is dat er, hoe kinderen thuis zijn, hoe ze op de veldjes zijn, hoe ze het op school doen. Wij vragen dat ook aan kinderen. En eigenlijk met die informatie kunnen wij weer terugkoppelen naar het jongerenwerk. En eigenlijk gaat het jongerenwerk dan met de kinderen weer aan de slag om te kijken van kunnen we misschien iets bieden aan de thuissituatie? Kunnen ze misschien helpen hoe het op school gaat? Kunnen we misschien extra activiteiten voor ze aanbieden, wat meer leren en socialer misschien wat beter worden? Ja, dat is het mooie aan de samenwerking tussen jongerenwerk en combinatiefunctionaris, dat we elkaar daarin kunnen versterken voor de kinderen eigenlijk in de wijk.